vinden om onderwijsfinanciering te beschermen en om ervoor te zorgen dat leren nooit stopt. Het zijn de woorden van Antonio Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. En het zijn ook woorden die prijken op de website van Educate. Ik wil jullie dan ook bedanken voor de 10 aanbevelingen die jullie mij overmaakten. 10 aanbevelingen die allemaal even pertinent zijn. 10 aanbevelingen die ons allemaal duidelijk maken welke uitdagingen er zijn en vooral welke oplossingen nodig zijn. De stuurgroep van Educate vroeg mij om te focussen op enkele concrete aanbevelingen in het bijzonder. En laat mij ervan op 2 ervan inzoomen. 1. Onderwijs opnieuw en een prominente plek geven in de gouvernementele samenwerking. Well, I couldn't agree more. Ik vertel jullie niks nieuws als ik zeg dat de voorbije 10 jaar onderwijs uit de gouvernementele portefeuille van heel wat van onze partnerlanden is verdwenen. Na 2 lange periodes in ons land van regeringen in lopende zaken is voor de gouvernementele programmatie ook een grote inhaalbeweging nodig. Samen met de administratie en met Enable hebben we daarom al een versnelling hoger geschakeld. Zo is het proces voor nieuwe landenprogramma's alvast gestart met Palestina en met Niger. En dat voor 2 thematische portefeuilles, klimaat en sociale bescherming. Maar zowel voor Palestina als voor Niger heb ik aan de administratie gevraagd om te analyseren of ook steun en onderwijs, en meer specifiek steun aan onderwijs voor meisjes in het geval van Niger, pertinent zou zijn. Op welke manier precies we dus op het vlak van onderwijs een duurzaam verschil kunnen maken. Et ce qui est valable pour la Palestine et le Niger sera valable aussi pour les autres pays partenaires. L'éducation recevra à nouveau l'attention qu'elle mérite de la coopération gouvernementale. C'est là aussi un engagement. Een tweede concrete aanbeveling van de stuurgroep: een percentage oormerken voor onderwijs in ons humanitair beleid. Wel, toen ik dat las, vond ik dat meteen een heel interessant voorstel. Kinderen zijn altijd de eerste slachtoffers van een conflict of een ramp. Het garanderen van onderwijs, zelfs in extreem moeilijke omstandigheden, zorgt ervoor dat kinderen toch een beetje houvast hebben. Een vorm van normaliteit in de totale abnormaliteit. Het is de plek waar kinderen zich veilig voelen, waar ze een maaltijd krijgen. En misschien nog het allerbelangrijkste, waar ze toch nog kunnen spelen. Waar ze dus vrijheid kind kunnen zijn. En met onze humanitaire hulp en de multilaterale partners en gespecialiseerde NGO's proberen we dit recht al te doen gelden. Maar meer doen is nodig. Op dit moment laat ik onderzoeken hoe we deze aanbevelingen kunnen omzetten. Niet alleen maar in beleid, maar ook in concrete initiatieven. En voor dat laatste kijk ik ook naar jullie en ik reken ook op jullie om mij te inspireren. Beste allemaal, in tijden dat een crisis zoals deze wereldwijd meer dan 1 miljard kinderen treft, is de uitdaging, ja, hoe zal ik het zeggen, best pittig. Maar ze zijn onhaalbaar, onrealistisch of zoals sommigen misschien zullen durven zeggen, naïef. Ik zie het eerder al. Wie dat denkt of zegt, of ik zei het eerder al, wie dat denkt of zegt, die geeft op. Want als het op kinderen aankomt en wie ze zijn en waar ze van dromen, is geen enkele uitdaging te groot. Als we het over kinderen hebben en meer bepaald over hun onderwijs, hun gelijke kansen, hun toekomst, dan is wat wij doen geen druppel op een hete plaat. Nee, dat telt. Elke druppel die het verschil maakt. En een hele wijze man uit Zuid-Afrika, die jullie allemaal kennen, zei ooit: onderwijs is het machtigste wapen dat je kan gebruiken om de wereld te veranderen. Chers membres d'Educate, utilisons cette arme. Vous pouvez compter sur moi. Comme je compte sur vous, aujourd'hui, demain et après-demain. Keep up the good work. Je vous remercie. Merci. Hartelijk dank. Heel erg bedankt voor deze opwekkende woorden. En inderdaad de nadruk te leggen op het feit dat leren nooit stopt.
Wij hebben binnen onder onze leden zijn er 3 vragenstellers die een vraag voor u hebben opgesteld. Dus er is Martin van Impala Bridge, Valentina van Humanity and Inclusion en Maud van VVOB die nu achter elkaar de vragen aan u gaan formuleren. Martin, je te donne la parole pour formuler ta question. Allô, bonjour. Bonjour Martin. Bonjour Madame la Ministre. Un honneur pour moi de vous poser cette question. Je suis responsable d'Impala Bridge. Nous sommes engagés dans l'éducation, principalement en Afrique de l'Ouest. Et ma question concerne tout ce qui est connexion à Internet. On en a déjà abordé ce matin dans les groupes de discussion. Nous sommes vraiment bloqués par la connectivité des écoles et des élèves. Parce que quand on dit COVID, quand on dit confinement en Afrique, ça veut dire que c'est 0-0-0 éducation. On passe par les radios, ce genre de choses, mais ce n'est pas du tout évident. Donc, ma question, c'était pour savoir si au niveau de la coopération, la Belgique va participer, notamment il y a des efforts qui sont faits par l'UNICEF, GigaConnect. Donc, ma question, c'était pour savoir si vous allez en faire partie et si vous allez soutenir le mouvement des ONG ici engagées dans l'éducation à nous faciliter justement à continuer à enseigner ces enfants-là en Afrique, principalement. Merci. Merci, Martin. Je propose, Valentina, que tu poses ensuite ta question et puis ensuite Maud pour VVOB. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bonjour, Madame la Ministre. Nous félicitons vraiment l'attention portée sur la réduction des inégalités et nous savons en effet que l'éducation est le meilleur outil pour l'équité. Néanmoins, il existe un déficit de financement annuel de 148 milliards de dollars dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires pour atteindre l'objectif de développement durable, l'ODD 4, d'ici 2030. Et les coûts supplémentaires liés à la crise COVID risquent d'augmenter ce déficit de financement jusqu'à un tiers. Donc, ma question se porte sur quels engagements la Belgique envisage pour préserver ou augmenter le budget de l'aide publique à l'éducation. Et aussi, quelles mesures seront prises pour s'assurer que des ressources spécifiques, identifiables et traçables soient destinées aux groupes les plus marginalisés, y compris les apprenants en situation de handicap. Et je vous remercie au nom aussi de mon organisation Handicap International, Humanité et Inclusion. Merci. Merci Valentina. Maud. Dank u, Marije. En hartelijk dank mevrouw de minister voor uw beleidsverklaring die wij bij VVOB sterk appreciëren. Daar staat onder andere in dat u ook nieuwe financieringsmethodes gaat zoeken, met name cash transfers noemt u, die een manier zouden zijn om de armsten direct te bereiken, maar dan als een opstap tot de ontwikkeling van basisdiensten. Hoe ziet u dat concreet in de sector van onderwijs? En onze vraag is meer geïnspireerd door onderzoek van de Overseas Development Institute dat aantoont dat cash transfers effectief de toegang tot onderwijs kunnen verbeteren voor meisjes en jongens, maar dat het niet altijd leidt tot het verbeteren van leerresultaten. Die verbetering hangt vaak af van het versterken van onderwijssystemen. Dank je, Maud. Mevrouw de minister, ik geef u het woord om te antwoorden op de 3 vragen. Bedankt. Dank u wel aan de 3 vraagstellers voor de zeer interessante vragen die er gesteld werden. Wat de eerste vraag misschien betreft rond de digitalisering. Ja, ik had het al een beetje in mijn speech gezegd. COVID heeft ook heel het onderwijs door elkaar geschud. En zeker in onze partnerlanden zijn er heel veel kinderen gewoon niet meer naar school kunnen gaan. In ons land hebben we nog afstandsonderwijs kunnen geven om de kinderen toch wel wat bij te houden en niet helemaal los te laten. Dat was niet zo helemaal optimaal, want ook
daar heeft niet ieder kind rechten tot digitalisering. Maar ik denk dat we daarom ook moeten inzetten op die digitalisering. Digitalisering kan een middel zijn. Daarom is er via WeHubit zijn er projectoproepen gedaan om die digitale kloof te dichten. Er is bijvoorbeeld het project, een van die projecten die via die oproepen zijn gelanceerd, is het project in Oeganda, waar we daar werken met een bibliotheek, waarin dat we toch de bibliotheeksecretarissen hebben opgeleid en getraind om, want rond ICT leeft gewoon ook heel veel negativiteit, en om daar ten eerste de perceptie rond ICT te wijzigen, maar tegelijkertijd om na te denken, hoe kun je de digitale tool inzetten om ervoor te zorgen dat iedereen eigenlijk wel nog kan bijgeschoold worden. We hebben bijvoorbeeld ook een project via Enable gelanceerd, en dat heet dan Sandbox, waarin dat ervoor gezorgd is dat er een nationale strategie wordt uitgewerkt om afstandonderwijs te kunnen geven aan de kinderen. Dus er werd eigenlijk via een digitale tool werden eigenlijk de leerkrachten getraind om uit te leggen hoe dat ze afstandsonderwijs moesten doen. Dus ik ben met daarvan bewust dat er een hele grote digitale kloof is, maar we proberen wel via de WeHubit en via andere projecten te kijken hoe we die kloof kunnen dichten. Ik denk dat we digitaal niet moeten weggooien, dat is een tool, maar we moeten ook niet naïef zijn. We weten dat dat voor veel mensen nog een drempel is, en daarom moeten we investeren in projecten om dat te versterken. Wat de tweede vraag betreft rond de financiering, dat is een probleem die eigenlijk ook al voor COVID bestond. Hè. Dat is geen nieuw probleem. COVID heeft het probleem alleen nog maar versterkt. En ik zie er eigenlijk drie middelen voor, of drie tools voor, om daarvoor te zorgen dat we toch naar een goede financiering gaan, maar ook voor een inclusieve financiering. Eerst en vooral is het bilateraal. Hè. We zijn heel van onze programma's terug aan het opstarten. We gaan daar prioriteit geven aan onderwijs en voornamelijk ook meer gericht aan meisjes, want we weten... We hebben een hele grote vooruitgang geboekt om meer meisjes naar school te kunnen laten gaan. De kinderen die dan niet meer naar school zijn laten gaan, en de kans dat de meisjes nog eens terug opnieuw naar school mogen gaan, is veel kleiner. Dus vandaar ook dat we zeker ook de focus en de nadruk op de meisjes willen leggen. De steun die we geven aan de multilaterale organisaties, waar we daar ook vragen dat ze een prioriteit maken van onderwijs, dat ze dat toch voorop stellen. En drie, de nieuwe programma's die de NGO's moeten terug herintroduceren. Ook daar zullen we vragen dat de prioriteit aan onderwijs gaan. En we willen eigenlijk, het is belangrijk om ze alle drie goed te organiseren, zodat je toch een goede financiering hebt, maar tegelijkertijd ook voor een inclusief onderwijs kunt zorgen. En wat de laatste vraag betreft rond cash transfers, ik heb het inderdaad in mijn beleidsnota aangegeven. Waarom vind ik dat belangrijk? Cash transfers is voor mij een tijdelijke oplossing. Het is voor mij is het geen blijvende, maar het is wel een opstap. En studies hebben wel aangetoond dat mensen vooruit helpt. En ik denk dat mevrouw Segers het ook in haar vraagstelling gezegd heeft. Hè. Het leidt wel ertoe dat mensen naar onderwijs gaan. Maar wij zijn aan het bekijken, bijvoorbeeld in Congo nu gaan we een project doen om cash transfers aan moeders te geven. Omdat onderwijs heeft aangetoond dat moeders dat terug herinvesteren in de kinderen. Ofwel was dat om voedsel, te zorgen dat de kinderen geen honger hebben, dat ze voedsel hebben. Want je weet, een kind met een lege maag zal minder observeren dan iemand met een volle maag. Maar er is wel aangetoond dat moeders dat meer investeren in de kinderen dan dat bijvoorbeeld naar tabak of naar alcohol gaan. Maar het is belangrijk, voor mij is het maar één onderdeel. Ik denk dat het belangrijk is dat de omkadering er ook moet komen. Dus voor mij is het niet alleen maar die cash transfers op zich. Eigenlijk zouden we moeten gaan naar een middel van cash plus. Dat aan de ene kant ervoor zorgt dat er een cash transfer is, maar dat er tegelijkertijd ook sociale begeleiding is. Dat we mensen kunnen begeleiden van hoe investeert je het geld op de beste manier? Hoe zorg je ervoor dat er goed onderwijs komt? Dat je die sociale begeleiding daarom... structuren waar ik het over had in mijn speech, waar veel mensen niet op kunnen rekenen, dat we die toch ook kunnen versterken. En ik zie het eigenlijk als een opstap naar een meer structurele oplossing. Hartelijk bedankt. Hartelijk bedankt, mevrouw de minister, ten eerste voor uw zeer sterke speech. Bedankt om ambitieus te zijn. Bedankt om onze leden te motiveren en op te peppen. Bedankt ook voor uw uitvoerige reactie op de vragen,
op de vragen van onze leden en om met ons de bereidheid om met ons uit te wisselen. Ik denk dat dat heel sterk naar voren komt en dat we u daar alleen maar heel dankbaar voor kunnen zijn. En we kijken uit naar de toekomstige samenwerking.